Het gaat niet goed met voetbalclub Achilles 29 uit Groesbeek. Financieel verkeert de club in zwaar weer en daarom is onlangs in een ledenvergadering besloten met zogeheten leencertificaten te gaan werken. Leden, maar ook zeker familieleden en vrienden die Achilles willen steunen, kunnen zo via een renteloze lening van 100 euro hun club steunen. In Groesbeek zijn ze alleen nog niet zo enthousiast. Heeft u gehoord van de leencertificaten van Achilles? Ja, ik heb het van gelezen, ja. Ja? Wat vindt u daarvan? Ik heb daar weinig mening over. Ik denk dat hun de laatste strohalmpjes aan het pakken zijn om weer nog wat financiën bij elkaar te krijgen. Dus ik wens er veel succes mee. Maar u gaat er geen kopen? Dus? Nee, ik denk niet dat ik er één ga kopen. Nee. En dan kunt u dus de club steunen voor 100 euro. Zou u dat doen? Nee, want wij zien van de treffers. Mijn man is net overleden. Die is 67 jaar bij de treffers geweest dus. Nee, echt niet. Heeft u dan gehoord van de leencertificaten bij Achilles? Ja, heb ik ook gehoord. Ja? Wat vindt u daarvan? Ik ben zelf lid van Achilles, jongen. Oh, kijk. Dus, ja. Dus u gaat erin kopen? Dat weet ik dan niet. Wat gebeurt er als ze failliet gaan? Ja, dat weet u beter dan ik, denk ik. Ja. Denk nog even over na. Okay. Ik wil de club toch proberen te steunen en proberen er zo overeind blijven. Wat zou dat nou voor u betekenen als Achilles dan dadelijk er niet meer zou zijn? Ja, dat zou heel jammer zijn. Ja. Ik bedoel, twee ooms van hebben Achilles opgericht. Dus dan moeten we met de familie en de hele gemeenschap, de van Achilles, erachter gaan staan die club te been te houden. Heeft u gehoord van de leencertificaten bij Achilles? Ja, hebben we van gehoord. Ja. En wat vindt u daarvan? Nou ja, ik denk wel dat ze creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Ja. En als er mensen zijn die daar geld voor uit moeten geven, dan vind ik dat een prima idee. En gaat u dat doen? Nee, daar zou ik geen geld aan uitgeven. Nee. In totaal zal Achilles 900 certificaten in omloop brengen. Daarmee hoopt de club 90.000 euro bij elkaar te brengen. Maar het is dus nog maar de vraag of dat gaat lukken.